vandaag zijn we bij de doop en de zegening van de Amadeus Saphir en de Sardius. En tegelijkertijd vieren we ons 25-jarig bestaan. Laten wij daarom God aanroepen dat hij zijn zegen schenkt aan hen die dit werk tot stand hebben gebracht. En dat hij allen die van dit resultaat deze boten gebruik maken met zijn genade en hulp beschermt. Dank eerwaarde heer Van Aarlen voor deze mooie zegening. Dank namens de Bok Maritiem, maar ook zeker persoonlijk namens Gilbert de Bok. Jongens, even in het Nederlands, want we missen de flessen champagne, de doopflessen. Weet iemand waar de... Rijn, weet jij waar de doopflessen zijn? Hiermit darf ich Sie, Amadeus Saphir. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Besatzung eine sichere Fahrt mit Gottes Segen. Hierbei doop ik u, Sardius, en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart met Gods zegen. Ik hoop dat iedereen dus wat te drinken heeft, zodat we kunnen gaan proosten, maar niet voordat we hebben geluisterd naar de man van vandaag, Gilbert de Bok. Okay, dear friends, let's say cheers. En welkom in Alkmaar. De doopvrouwen van beide schepen zijn respectievelijk mijn stiefmoeder en mijn schoonmoeder. Hier op de eerste rij. Ik kan natuurlijk hele flauwe grappen gaan maken over stiefmoeders en schoonmoeders. Maar maak je geen zorgen, zal ik niet doen. Ik heb een cadeautje voor u. Een nieuw transportmiddel voor het woon-werkverkeer. Alle gekheid op een stokje. Marianne, Annelies, uiteraard ben ik jullie zeer dankbaar voor jullie zegen over deze schepen en weet dat jullie naam voor altijd verbonden zal zijn aan deze schepen en hun bemanning. Proost. In de groeiende markt kan iedereen een bedrijf opzetten. Maar het gaat erom om bedrijf overeind te houden bij crisis. En Gilbert heeft laten zien dat hij dat kan. En daarmee, dat is echt, pas echt een applaus waard. But to me, the story of Gilbert en Rederij de Bok is far more the manner in which Gilbert concluded his business. The transparent, correct and professional way in which Gilbert performs his business describes him and his company better than the listing of vessels. Voordat, want ze vroeg me, wil je optreden voor ons? Ik zei, ja, is goed. Ik heb al een paar eisen. Ik wil graag een luchtkasteel, een springluchtkasteel wil ik. Een soort pannakooi, maar dan opblaasbaar. Die wil ik ook op het pleintje, anders kom ik niet. En ik wil ook een heel cringe toneelstukje van, hé, waar zijn de flessen? Dat moet sowieso. To present you with this drawing. Oops, with this drawing. To remember the day. We zijn een heel jong en heel gedreven team en bedrijf. Maar jong, dat betwijfel ik. 25 jaar. Ik denk dat jullie ondertussen wel echt een gevestigde naam zijn in de markt. En dat je daar heel trots op mag zijn als de Bok Maritiem zijnde, zeg maar. And together with all my colleagues, I would like to extend my gratitude towards Gilbert. Many thanks for starting this beautiful company. And together we will make the next 25 years unforgettable. Ik ben Peppy en Kokkie komt zo. Heel erg leuk en we zijn heel erg trots op onze broer. Ja, we feliciteren met 25 jaar en twee nieuwe schepen. Weer een enorme prestatie, superleuk. Ja. Ik vind het wel geweldig dat we hier met z'n drie ook staan. Als je bij met z'n vieren straks. Want uiteindelijk is het allemaal begonnen met z'n vieren. En uiteindelijk met een snoepjesfabriek. Die het mogelijk maakt dat we alle vier een mooie toekomst kregen. En daar ben ik het meest trots op. Het is natuurlijk prachtig om op zo'n dag hier te zijn. Hier staan we dan. En met vol trots deze schepen. Dus ja, hij maakt natuurlijk een grapje met die bezemsteel. En ik word altijd geplaagd als evil stepmother.
Maar ja, het is altijd met een knipoog en met heel veel warmte en liefde. Dus ik ben vereerd. En een trotse stiefmoeder staat hier. We hebben dit stukje van Werkendam hebben we vanavond geclaimd. Het is geen Werkendam meer, dit is Alkmaar. De Alkmaarse enclave, kijken hoe lang we het volhouden. Maar nee, we hebben hier muziek uit Alkmaar. En, we hadden een stand-up comedian uit de regio van Alkmaar. We hebben eten en drinken, catering, kaasmeisjes, kaasdragers. Ja, het is allemaal mooi, het is allemaal weer nieuw. Nieuwe technieken. Dus ja, het is altijd weer een uitdaging. Dus hartstikke gaaf om te doen straks. Ik vond het vandaag onwijs leuk. Heel tof om zoveel bekende mensen te zien, bekende gezichten te zien en mensen die ons een warm hart toedragen. Dat vind ik heel erg leuk. Alles loopt volgens planning. Ja, behalve het weer zit wat tegen. Maar goed, we staan nu buiten en het is nagenoeg droog. Dus voor de rest verloopt alles eigenlijk wel volgens planning. Dus ze waren mooie speeches van relaties en mijn vader. En ja, nee, ik ben eigenlijk heel tevreden. Ja.